De kazerne in Rotterdam, die moet weg vandaag bekendgemaakt op Prinsjesdag. Een bittere pil noemde u het. Wat is uw reactie? Het sluiten van Vergent kazerne in Rotterdam is echt een bittere pil voor de stad Rotterdam. Het is een plek die aan een paar honderd man werk biedt. Het levert, heb ik begrepen, in de rekensommen echt nauwelijks een bijdrage aan de bezuinigingen van de minister. En het is een breuk met een historie van aanwezigheid van de mariniers hier in Rotterdam van 300 jaar. De stad die verdedigd is in de Tweede Wereldoorlog door de mariniers. Getuigt niet echt van historisch besef op dit punt. Aan alle kanten eigenlijk een slecht besluit wat van tafel moet. En dat gaan we proberen bij de Tweede Kamer onder de aandacht te brengen bij de discussie over de begroting van de minister van Defensie. Kwam het als een verrassing? Het kwam niet als een verrassing. Als ik eerlijk mag zijn, afgelopen maanden ben ik gewaarschuwd door verschillende mensen. Ik ben verschillende keren in contact geweest met betrokken ministers, betrokken Kamerleden om te pleiten voor behoud van de kazerne. Het is kennelijk in de treffenzaal niet gelukt om dat voor elkaar te boksen. Dat gaan we dan maar via de volksvertegenwoordiging proberen te doen. Ook al geeft de minister in haar gesprek met mij dat ze graag in gesprek wil blijven over Vergent kazerne. En dat gesprek ga ik de komende weken en maanden aan. Een hoop banen weg, een hoop symboliek, maar wat betekent in concreet de afwezigheid van mariniers? Ik denk aan veiligheid en dat soort zaken. Ik ben als Rotterdams burgemeester ook nog voorzitter van de veiligheidsregio en onze veiligheidsplannen in Rotterdam gaan uit voor een deel ook van de inzet van de krijgsmacht als dat nodig mocht zijn. We hebben daar natuurlijk wat petrochemie en veiligheid in de haven. Het is goed om te weten dat de mariniers rugdekking kunnen verschaffen mocht dat een keer nodig zijn. Bovendien vertrekken de mariniers nu en uit Amsterdam en uit Rotterdam, waardoor ze zo ongeveer helemaal weg zijn uit de Randstad. Dat is nou niet echt een werkwijze waardoor je draagvlak voor de krijgsmacht in Nederland vergroot. Met alle respect voor waar ze naartoe gaan, maar de meeste bewoners in Nederland wonen toch in de Randstad. En draagvlak creëren voor de krijgsmacht op deze manier voor de toekomst, ook voor behoud van de krijgsmacht, vind ik nou niet echt slim.